Hamilton nieuws. Ja, we hebben de jeugd, Marcel. Heb je hem bij de hand? Ik heb hem bij de hand en die gaan we even doornemen. Ja. Het programma van de jeugd. Onder Erlos speelt op Woudestein tegen Excelsior. Hey. Dus die moeten. En de onder 12 ook. Woudestein. Ja. En de onder 13 die speelt Rara tegen Almere in het sportpark van het Blanke Schoen. Ja. Wat dat met elkaar te maken heeft, wil ik ook niet. Nee, ook niet eigenlijk. Ja. Want Van den Blanke Schoen was een juffrouw die aan atletiek deed en niet aan voetbal. Ja, en toen ze de gouden medailles won in Londen, was het nog allemaal één grote Zuiderzee daar. Dus ja, dat snap ik niet. Ik begrijp die link helemaal niet. Maar nou, wij hebben nog vak I. Wij gaan dat gewoon de Diego Maradona-tribune noemen. Ja. Gewoon, gewoon. Oftewel het snuifhok. Ja, we gaan gewoon iemand claimen gewoon, die totaal niks met NAC te maken heeft. Goed, gaan we naar de onder 14. Speelt op Zoudenballig tegen FC Utrecht. Zoudenballig. Ja, Zoudenballig. Je zag. De onder 15 speelt FC Fraude. Ja, ja, dat kan er maar één zijn, hè, Riet. Hey. Met die lekkere Benam. Dat is het enige waar ze goed voor zijn. Twente. Ja. Ja, op Hexenbiel. We speelden thuis tegen Twente op Hexenbiel. Ja. De onder 17, die moet ook naar Excelsior. Het wordt heel druk bij Excelsior. Hey, die moeten thuis tegen Excelsior. Die hebben vorige week vrijdag van Willem II gewonnen, hè? Oh. Hey. Ja, goed zo. Ja, en de onder 19 speelt tegen AZ op Sportpark Hexenbiel. AZ ouwe. Ja. En dan Jong NAC, die speelt tegen Eindhoven in het Jan Lauwers Stadion. Oké. Okay. Dus ze moeten naar Eindhoven toe. Oh. Dat is dan ook de zaterdag dan. Want dat is ik denk maandag of... Normaal gesproken, als het niet op de zaterdag is, dan zet het erbij. Maar dat zoeken we nog even na. Moeten we even nazoeken, hè? Ja. Nou, dit is het programma voor de jeugd, dames en heren. Heel goed. We gaan even wat spelers behandelen. NAC-praat, grabbelton nieuws. Met mensen en dat soort dingen. De Boris heeft gescoord. De Boribamba. De Boris heeft een Jong NAC gescoord. Boom, boom, Boris. Boom, boom, Boris. En 2-0 gewonnen tegen Jong NEC. Zo, dat mogen wij zeggen, hè, Nick. Nick mogen wij, hè? Ja, Nick, Nick. Alleen iedereen wij, is allemaal NSC, maar wij mogen Nick zeggen. Zo is het. Ja, dus met 2-0. Een ander doelpunt was van wie? Ja. Van Plezier. Ja. Tom Plezier. Oh ja, Tom Plezier. Hij was heel vrolijk dat hij scoorde natuurlijk. Volgende punt. Ja, NAC-praat, grabbelton nieuws. Even voor de administratie. Maandag 23 september om 6:30 is het FC Eindhoven Jong NAC. Kijk, dan weten we dat ook. Dat bedoel ik. Lee, die heeft een assist gemaakt. Lee. En Brussels en Klomp zwaar onderuit met Helmond Sport. Die hebben een zware nederlaag geleden. Het gaat goed, jongens. In Helmond ook weer. Het lijkt wel op Helmond Sport, hè? Zo. Ja, die hebben mij 5-1 verloren, volgens mij. Klopt dat? Ja. Ja. Wow. Van wie eigenlijk? Dat weet ik niet. FC Onbekend. Dat weet ik niet. Wie dat weet, mag even intwitteren. Cambuur. Oh, ja, okay, met een goal van Muren. Ja, ja, dat klopt. Ja. De legendarische meneer Muren. Nou, die, wie? Die. En die had een mooie assist bij Aberdeen. Dus je moet vanavond tegen Feyenoord, toch niet? Nou, nee, dat is dat is het ding, hè? De Rangers, hè? Ja, fout. Oké. Pizza, jongens. Praat, grabbelton nieuws. Wat gaan we doen? Even kijken. NAC stelt Transperlegstadion open voor fietstocht. Leon, vertel ons wat meer, want daar weet ik weinig van. Ja, die doen, doen regelmatig dat soort zaken. Deze keer is het. Doet trouwens ook een brede nieuw collega van ons, Joey, die ook hier 2 weken geleden nog met ons met NAC-praat meedeed. Dit jaar, die doen dat voor een goed doel. 22 kilometer gaan ze fietsen door Breda. Inleg voor de deelname is €2,50 per fietser. En dan gaan ze allemaal lekker door Breda fietsen. En ze hebben het NAC-stadion uitgekozen. Hebben ze gevraagd van mogen wij door jullie stadion heen rijden. Door de fietsen? trap af en de trap op. Toch en, niet over het, over de niet over het veld, hè? Nee, ik denk het niet. Nee, diagonaal dwars over de middenstip. Gewoon door de gracht. Ik denk dat de familie Braspenning daar een stokje voor steekt. Ja? Of een stok in het wiel steekt. Ik hoor nu van Jury dat wel gebeurt. Nee. Ik vond dat een zeer terechte opmerking van Marcel die maakte. Want ik zie het dan ook weer gebeuren. Ja. Braspenning, de huilen naast. De volgende thuiswedstrijd zo'n midden zo over diagonaal. Beter als een remspoor, hè? Ja, maar het goede doel is de stichting JIP Jongeren in Pleeggezinnen, zeg ik dat goed? Ja, die doen allemaal zomerkampen en weekenden organiseren we jongeren uit pleeggezinnen. Dus dat is een goede doel. Die kunnen een mooi centje gebruiken zo. Zo is maar net. We hebben kaartnieuws. NAC-praat, grabbelton nieuws. Die kaartverkoop van Top Ossie is al begonnen. Ja, dat is al lekker bezig, hoor. Ja. Oh ja, dat is een autocombi, hè? Ja. Het mag wel in de krant zeggen, een autocombi naar Os. Is het een autocombi alleen voor Autocar Plus? Ja, autocombi. Ja, oké. Ja, voor iedereen. En alleen moet je minimaal 4 man in je auto hebben. Oh, dat was het, ja. En niet meer jongens als 7.
Maar geen busjes. Je mag geen minibusjes en je mag ook dus niet hoe kun je dan 7 man in je auto krijgen? Ja. Dat is heel hard proppen. Proppen? Daarom mag het dus niet. 270 kaarten voor de autocombi zijn er beschikbaar. Nou, ja, toch wel. Met bus. De rest is met bus. Een Citroën Espace met bouwzoon. Zo'n ding. Voor een groot gezin, dames en heren. En actiepotjes die naar Os rijden. Ja. Maar dat mag dus niet.